In deze video gaan we kijken naar een techniekje dat Brian Matthias gemaakt heeft om maskers te verfijnen. Ik zou zeggen, ga ook even op zijn kanaal kijken. Zeker de moeite waard. Maar ja, wat doet hij nou om maskers te verfijnen? Dan heb ik het over masken van bijvoorbeeld onderwerp, lucht, achtergrond of objecten. Dat zijn de maskers die Lightroom maakt vanuit AI. Dus vanuit de slimheid van de software die kijkt naar je foto en die denkt van, oh, dat is het onderwerp of dat is lucht of dat soort dingen. Goed, dat gaat vaak heel goed. Soms sta je echt versteld van de resultaten. Soms gaat het niet goed. En dan kijken we of we dit techniekje kunnen gebruiken om het te verbeteren. Wat doet Matthias? Het gaat als volgt. We gaan de techniek toepassen op lucht. Hè? Dat is een handige ding. Dus we klikken op maskers. We klikken op lucht. En van deze foto maakt hij dan een masker. En dat ziet er op het eerste gezicht prima uit. Het is ook niet moeilijk natuurlijk. Maar wanneer ik eens inzoom. En ik kijk bijvoorbeeld hier naar de kop van dat dak. Ja, daar zit er toch een hoop paars in. Hè? Dus dat betekent dat dat geselecteerd is. Ja, dat wil je toch liever niet. Hè? En hier aan de zijkant bij dat raampje. En die raampjes hebben het. En hier achter in die schaduw. Het zit eigenlijk overal dat paars. Op de meest vervelende plekken misschien wel. Dan kun je het op andere manieren verbeteren. Ik heb er een andere manier van. Ik zou het onderwerp ervan aftrekken. Maar goed, nee, Matthias doet het volgende. Hij zegt, nou, waar ga ik hier nou van aftrekken? Ik ga de lucht ervan aftrekken. Dan denk je, de lucht ervan aftrekken? Ja, we trekken de lucht ervan af. Dus verwijderen, selecteer lucht. En dan denk je, ja, daar blijft niks over, want ik heb eerst de lucht geselecteerd en daarna gooi ik hem weer weg. Maar wonder boven wonder zijn juist de delen die lekken over het onderwerp, dus op dat dak, we schuilen hier dat raampje, die blijven over als selectie. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele vreemde situatie. Dat je denkt van, ik heb een masker lucht en ik trek het masker af en dan blijft er iets over. Maar ja, dan zit je nog steeds dat nu eindelijk de verkeerde delen zijn geselecteerd. Nou, wat moet je dan doen? Je gaat naar dat masker wat je ervoor afgetrokken hebt. Je ziet hier dat minnetje voor lucht 2 staan. Heel even duidelijk, goed opletten, min staat er nu. En dan zeg je, nou, keer die selectie maar om. En op het moment dat je dat doet, dan zie je, en je ziet het nu al, heb ik niet ingezoomd, je ziet het al meteen gebeuren, dat wat eigenlijk nog overlapte, wat we net zagen, dat is van het oorspronkelijke luchtmasker, is dat afgetrokken. Ik ga nog even naar boven en dan zal ik dat masker, dat aftrekmasker, noem maar eens. Kijk, zo is het dus met alleen lucht geselecteerd en dan zie je dus overal paars op het onderwerp. En hier zie je dat het dus verwijderd is. Goed, misschien moeten we het nog een keer doen. Gewoon wis alle maskers. Wat doe je? Je kiest lucht of objecten of personen of iets dergelijks. Hij maakt een masker. Je zegt verwijder precies hetzelfde als wat je gekozen hebt. Dus je kiest dan hier weer lucht. Dan hou je dat, ja, die rare bleed hou je over. En dan zeg je dat omkeren. Klaar. Zo. Overigens, wanneer je dit gedaan hebt, is het misschien aan te bevelen om te zeggen, nou, ik maak er een voorinstelling van. Dus je klikt hier op het plusje. Je hebt nog helemaal niks aangepast. Je hebt alleen die maskers gemaakt. Je zegt voorinstelling maken en dan zeg je lucht verfijnen en dan noem ik maar even aftrekken of zo. Zo. Je zorgt dat er niks geselecteerd is behalve masker 1. Hè? Nou weet je dat niks aangepast wordt behalve dat masker. En je zegt oké. Okay. En ga ik nu naar een ander plaatje. Zo. En ik zeg lucht verfijnen aftrekken. En klik erop. Dan is hij even bezig. Dan lijkt er even niks gebeurd te zijn. Maar dan zie je dus hier dat dat masker ontstaan is. Daar zit lucht 1 en lucht 2 bij. En je ziet, ik zal het even anders laten zien. Wanneer je dit wat anders wil zien dan met een overlay. Je kunt het ook op zwart op wit doen. Dat is ook wel eens een handige ding. Wit op zwart heet het. Je ziet, dat is dus dit. Dit is dus best een goede luchtselectie. Want hij heeft ook de lucht geselecteerd tussen die wieken. Maar wanneer ik dus die laag uitzet. Hè, die aftreklaag. Dan zie je dat aan de onderkant bij die huisjes. Ja, daar komen allerlei witte delen te zien. Ja, en dat wil je dus niet. Goed. Dus op dat punt werkt het heel erg goed. We zetten dit even weer terug op kleuroverlay. Wanneer je goed oplet en je kijkt nog even naar dat masker, zie je dat het tekentje hiervoor veranderd is. Dat is niet meer een minnetje wat we eerst hadden, maar het is nu iets anders. Maar dit is het tekentje voor doorsneden met. Dus wat doen we even? We wissen alle maskers. We kiezen lucht. En in plaats van nog een keer de lucht eraf te trekken en dan om te keren, zeggen we hier, drie puntjes klikken, doorsneden maken met, en dan kies je selecteer lucht. En wanneer ik dat nu doe, dan doet hij dat trucje in één keer.
Dus in plaats van, je ziet nu precies hetzelfde tekentje staan, het effect is precies hetzelfde. Dus je hoeft hem niet eerst de lucht eraf te trekken en dan om te keren. Je kunt er meteen een doorsnede van maken. Dus ik doe dat even opnieuw. Even alle maskers verwijderen. We maken een luchtmasker. Ik zal hem even op een andere modus zetten, op dat wit op zwart weer zo. Je ziet, dan zit hier allerlei wit en grijs in, dat wil je niet. Dus wat doen we? We drukken op die drie puntjes en we zeggen doorsnede maken met. En dan kiezen we selecteer lucht. En meteen zie je dat alles mooi zwart wordt in die toren en dat je daarna de lucht kunt bewerken. Overigens, ik zal even Ctrl-Z doen, zodat die laag weer even weg is. Door op de Alt-toets te drukken, zie je dat daar doorsnede ontstaat. Hè? Dus toevoegen en verwijderen wordt doorsnede. Dus je houdt de Alt-toets ingedrukt, je drukt op doorsnede en dan zeg je lucht. Dat is precies hetzelfde. Gebeurt hetzelfde. Dan staat hier weer datzelfde icoontje. Heb je ook. Hier kun je ook een voorinstelling van maken, dus hetzelfde wat je net gedaan hebt. Maar dit is de manier die Brian uitgevonden heeft om maskers te verfijnen. Ik heb hem op heel veel verschillende dingen toegepast. Het is niet altijd een succes, laat ik dat vooropstellen. Je moet toch blijven denken bij dit soort dingen. Trek ik het onderwerp eraf of gebruik ik kleurmasker? Je kunt maskers natuurlijk op een heleboel manieren verfijnen. Ik heb er zelfs nog een aparte video over gemaakt. Dat staat linkje onder deze clip. Maar het is, zeker wanneer je er een voorinstelling van gemaakt hebt, heel makkelijk om gauw even erop te klikken. Denk je van, de selectie is beter. Dan is de selectie beter. En anders ga je met andere manieren aan de slag. Dus tot zover het werken met het bijzondere techniekje van Brian Matthias. Ga zijn kanaal nog even kijken. En je kunt het dus ook als doorsnede doen in plaats van aftrekken en omkeren. Tot zover.